Dames en heren, goedenavond. Letterontwerpen. Daarbij heb je, zoals u ziet, veel met rechte delen van letters te maken. Verticale, horizontale en diagonale. En met bogen. Tekst is een gestage afwisseling van recht en rond, woord na woord, regel na regel en pagina na pagina. Of schermen vol. Van alle onderdelen van letters zijn de bogen mij het liefst. Ik ben er gek op. Een boog neemt een sprong in het diepe, accelereert en strekt zich. Eigenlijk zijn het twee bogen. De ene zwiert om de andere heen en samen vormen ze een silhouet. Ze wijken wat uiteen en met het eindpunt al in zicht naderen ze elkaar weer en bereiden ze zich voor op een scherpe wending. De bocht door en het voorlaatste stuk in, omhoog en weer wat ruimer. En intussen ontstaan er ruimtes naast het silhouet. Een buitenruimte en een binnenvorm. Een laatste scherpe draai en de binnen- en de buitenboog ontmoeten elkaar in het eindpunt. En zo eindigt een samengestelde boog in een teken dat sprekend op een zes lijkt. Vaak zijn de rechte delen niet helemaal wat ze zeggen te zijn. Met buigingen kunnen hun uiteinden wijder worden en onverbiddelijke diagonalen zijn soms vriendelijk gewelfd. Wat boogtrekken betreft is deze vogel beter dan wie ook. Ik houd van gierzwaluwen en van hun curves. Hun luchtacrobatiek boven mijn hoofd en boven mijn pet tracht ik op scherm en papier te evenaren. Wat zij met groot gemak in drie dimensies laten zien, geeft mij in twee dimensies heel wat werk. Een vederlichte vogel, van kop tot staart gestroomlijnd. Wat zou ik dat graag zijn? Naast het werk van vogels is er meer dan mee geïnspireerd. Thuis op tafel geven deze keramische objecten van Jeff Haynes een andere kijk op bogen en silhouetten en op hun tussenruimtes. Net als deze lepel, fraai gegolfd om pudding mee te scheppen. En dit is de G van gelijkenis. Op reis trekken de letters zelf dikwijls weer aandacht. Gemaakt met andere ogen en handen in een andere tijd, in de 11e eeuw bijvoorbeeld. Op kolommen in de San Marco de Venetië. Zulke vormen maken mij nieuwsgierig. Waarom zagen de letters er toen zo uit? En kun je vandaag de dag hiermee iets beginnen? Is er een toekomst voor zulke vormen? Soms ben ik een lettertoerist, reizend door verre streken en steden en tijden. Lezen, daar is het allemaal om begonnen. Chris leest in een café in Barcelona. En wie aandachtig leest en verdiept is in een tekst, wat ziet die van mijn bogen en van alle andere zorgvuldig gevormde delen van letters? Wat blijft er over van mijn letteracrobatiek wanneer de tekens ooit groot ontworpen, verkleind worden, versmelt tot een leespatroon, tot een fijn weefsel van letterdelen, recht en gebogen. Het gaat dan niet meer om een enkele boog of om een paar elegant geschreven stokken, staarten of diagonalen. In een tekst worden alle bogen tientallen malen herhaald. Treden alle onderdelen honderden keren op. In het klein werken de letters als groep. Roepen ze gezamenlijk een beeld op en een sfeer. Letters zijn geen solisten. Ze treden het liefst op als ensemble en nog liever als een groot orkest. Daarom blijven de lettervormen mee bezighouden. Alle tekens, ook de punt en de komma. Voor dagelijks gebruik en als experiment. Mijn aandacht gaat naar de letters zelf en naar hun tegenvormen. Binnen en tussen de letters. Maken de tegenvormen de letters kip en ei, zwart of wit? Wat mij betreft staan de letters voorop. En gaat het om een groot gebaar? Bij letterontwerpen is geen gebaar te klein. En de wijziging van één detail heeft gevolgen voor vele andere details. Werk door in een heel letterontwerp van A tot Z, van 1 tot 0, van uitroepteken tot haakje sluiten. Het is werk dat een lezer makkelijker, aangenamer, aandachtiger en stil laat lezen of bijvoorbeeld bij 80 km per uur je in een flits informeert. Hoe kom ik erachter
wat lezers aan mijn letters hebben. Of ze er beter, makkelijker, plezieriger of sneller door lezen. Ik kan een willekeurige lezer aanspreken, in de trein bijvoorbeeld. Maar een antwoord op mijn vraag vereist jarenlang onderzoek. En ik laat de letters graag ongestoord hun werk doen. Moeten letters beslist bescheiden zijn om vrije toegang tot een tekst te bieden? Hoe ver kun je gaan met de beproefde lettervormen een draai te geven, door bijvoorbeeld bogen in haakse hoeken te veranderen? Zo kun je meer over leesbaarheid te weten komen en je kunt het verleden van letters verbinden met hun toekomst. Zulke vormen zijn eerder gemaakt, zoals in 1118 in Pisen, in een prachtige inscriptie op de voorgevel van de kathedraal. Terug in de tijd zijn er verrassende inzichten te vinden, waarmee je vervolgens via het heden de toekomst in kunt gaan. Letters maken is leuk werk en ik dank u voor uw aandacht. APPLAUS